ook de UCI Short Track Racer Ruben. We spraken eerder vandaag al. Vertel, wat is er allemaal gebeurd vandaag? Wat gaat er door je hoofd op dit moment? Ja, dat is niet slecht natuurlijk. Ik baas mezelf wel een beetje. Pinky Luimkuis heeft een uitspraak, toch? Vertel. Hoe was het weer? Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het van kan. Zoiets had ik vanochtend ook. Ja, ik moet het gaan proberen, maar ja, ik kan. Yes, ik ben wel explosief. Ook niet extreem explosief. Maar met een lange aanzet heb ik al. Nou, volgens mij is hij weer af. En dat is nu. Ja, op dit ik, moment, ik heb er al twee. Komt dat toch boven? Ik sta er ook nog bij die. Hoe zet ik hier af? Maar ja, toch op een lange aanzet. Lekker doortrekken. Keurig netjes aan, inderdaad een mooie wat je zegt. Ik denk dat ik het kan, maar we moeten het zien. Zoals de uitspraak van Pipi Lankhuis, je weet het niet. Ja, mooi Nederlands ook even mee, Ruben, door de short track race. Het ging eigenlijk alle kanten op. Het was eigenlijk al wel bepaald dat het tussen jou en de Duitse min of meer ging. Klantman zat in de buurt, Shimazaki van het Japan zat ook in de buurt. Maar het was eigenlijk jij en Huber die omwisselden. Ja, jij kwam wat meer vanaf plek 4. Je kwam op een gegeven moment naar voren van dat dan. Ja, naar plek 1 en 2 Nederlands even mee. Ik wist gewoon dat ik moest goed vechten. Ja, ik sta achteraan, want ja, je weet het, ik heb het nog nooit gedaan. Dus dan start je automatisch achteraan, dat is op zich logisch ook. Dus achteraan starten, kon gelukkig gelijk een behoorlijke plek pakken. Ik kon hem daar redelijk mooi tussendoor laten lopen. Dus ik zat niet binnen en niet buiten, maar ik kon toch mooi een aantal plekken opschuiven. En toen op de rest stuk, elke keer weer een paar plekken pakken. En uiteindelijk dacht ik, na een rondje of 3-4, pak de kop, probeer hem door te trekken, kijken wat er gebeurt. Toen konden er denk ik 2 mee, 2 of 3, maar op een gegeven moment 4. En toen wist ik gewoon van een P, doortrekken lukt niet, ik kom niet los. Dus, makken aandoen, hopen dat op het laatste rondje, je kop te kunnen pakken en dan door te kunnen trekken. En dat werkt perfect. Dus ja, dat is mooi. Nou mooi, ik hoef volgens mij geen volvraag meer te stellen. Je beantwoordt ze eigenlijk allemaal in één keer. Mooi dat je ons zo mee kan nemen in de Short Track Race. En natuurlijk ook hoe je de Big Final hebt weten te winnen. Dames en heren, nogmaals een applaus. Ruben Nedeveen.